Ja, Jan, de bal. Wat betekent de bal voor jou? Hey, is dat een leuke titel of niet? Dat is een leuke titel. Eigenlijk heel veel. Een groot deel van mijn leven draait om de bal. Dus ja, dan kun je wel zeggen dat dat belangrijk is. Ja, ja. Niet bewegen. Wel bewegen. Afzien. Huilen. Lachen. Hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago Ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Nou, dames en heren, ik heb Jan Zoutman voor me zitten. Veelal trainer geweest. We gaan natuurlijk straks ontdekken of je ook ooit hebt gevoetbald. Argon heb je gezeten. Klopt. IJsselmeervogels. Heb je Haarlem. Ja. Katwijk. Quick Boys. Die andere club uit Katwijk. Ja, die andere club. Ja. Twente. Jong Twente heb je ook nog gezeten. Twente heb ik gewerkt. Ja. Nou missen we er nog één. Dordrecht. Juist. Ja, goed hè. Ja, ja. Goed. En ook voetbaldocent bij het KNVB. Bij de KNVB. Ja. En we gaan even in gesprek. Want ik heb een bericht gestuurd van Jan, vind je het leuk om jouw passie te delen? En daar reageerde je vrij positief op. Dus eigenlijk positief. Ja. Toch? Heb jij ooit gevoetbald, Jan? Ik heb zeker gevoetbald. Je noemde al Argon, de club waar ik als trainer mijn eerste stappen heb gezet. Ik heb daar ook gevoetbald. Ik ben begonnen als klein ventje. Toen heette het nog E-pupillen. Had je niet de F'jes, dus ik moest wachten tot ik 8 was om op voetbal te mogen. Ja, was dat toen? Ja, dat was toen. Oh, echt? Ja, jonger kon nog niet. Ik voetbalde wel al elke dag buiten met vriendjes op pleintjes. Dus dat voetbal dat zat er eigenlijk al van heel jongs af aan zat dat erin. Ik heb bij Argon een hele mooie tijd gehad. Ik heb alle jeugdselecties doorlopen. We gingen met Argon in die periode ook stapje voor stapje op een hoger niveau spelen. Ja. En uiteindelijk kwam ik als eigenwijze A-junior in de zondagselectie terecht. Argon speelde toen nog niet zo heel hoog. We waren wel op weg naar, dus ik heb de eerste stappen op weg naar de toenmalige hoofdklasse heb ik meegemaakt. Ik heb ook een promotiewedstrijd gespeeld. Was een beslissingswedstrijd tussen winnaars van de na-competities. Die ja, toen ook al periodetitels. Argon won een periodetitel in de derde klasse. En toen moesten we spelen tegen SO Soest op het veld van Elinkwijk. En dat is, waarom zeg ik dat? Dat is misschien als speler wel in ieder geval de mooiste wedstrijd, de meest belangrijke wedstrijd ook die ik gespeeld heb. En die wonnen we na verlenging en penalties, dus dat was mooi. Alles eruit gehaald. Alles eruit gehaald. Het jammere was alleen dat ik zou de laatste penalty nemen, want dat kon ik ook wel aardig. Maar ja, onze keeper besloot al een paar ballen te pakken, dus dat ging niet door. Daar kwam er niet meer aan toe. Dat ging niet door. Feest was er niet minder om. Nee, dat was hartstikke mooi. En toen ik 21 was, Argon speelde op dat moment in de tweede klasse. Toen was ik al jeugdtrainer. Ik was al begonnen met eerst alleen maar training geven door de week. Want ik voetbalde als jeugdspeler op zaterdag. Dus coachen, dat ging nog niet. En daarna ben ik naar pupilletjes gegaan om te coachen. Dus dan was het 's ochtends coachen en 's middags spelen. Ja. En 9 van de 10 keer kon dat wel. En toen op een gegeven moment kreeg ik de vraag, toen ik inmiddels trainer was van de C1 van Argon, inmiddels de onder 15, of ik de A-junioren wilde trainen. Dus toen nog de onder 19. Ja. Maar dat hield wel in, ik was 20, dat ik het zelf spelen op een lager pitje moest zetten. Ja. Want voelde je wel gelijk al van ik wil trainer iets in die training gaan doen? Ja, ik vond dat in ieder geval heel leuk. Interessant vond je het? Ja, ik vond het leuk om met kinderen te werken, met spelletjes te werken. Ik had ook wel het gevoel dat ik dat redelijk in de vingers had. Ik had toen ik 19 was, heb ik mijn eerste trainersopleiding gedaan. Toen nog heette TC3 Jeugd. Sterker nog, het heette JVT, jeugdvoetbaltrainer. En het is vergelijkbaar met wat later TC3 Jeugd werd. En nu heet het eigenlijk UEFA C Jeugd. Ja.
En dat vond ik ook leuk. Dat ging me ook goed af. Dus ik had wel het gevoel van, hey, dit wil ik er wel bij blijven doen. Niet wetende dat ik toen in de zomer dat ik 21 werd, eigenlijk al gevraagd werd om een jeugdelftal te trainen met jongens die slechts 2 à 3 jaar jonger waren dan dat ik was. Hoe vond je dat? Ik heb bedenktijd gevraagd. Het betekende iets voor mijn carrière als speler. Natuurlijk. Ik was als speler, zat ik zeg maar tegen het eerste elftal aan. Dus ik zat in de A-selectie, maar ik speelde niet altijd. En dan werd er weer 2 keer verloren en dan meestal ging ik eruit. Binnen dezelfde dag nog heb ik antwoord gegeven van dit wil ik doen. Ja. Ik zaalvoetbalde daarnaast ook, dat kon ik wel blijven combineren. Althans in de meeste gevallen, want dat was vaak op woensdag en vrijdag. En ja. Thuiswedstrijden op vrijdag en dan ging ik eerst training geven aan mijn team. En daarna ging ik naar de overkant waar je de sporthal had om te zaalvoetballen. En toen is eigenlijk mijn trainingscarrière, noem het maar wat serieuzer, begonnen. En toen heb ik echt al de keus gemaakt om het trainer zijn belangrijker te maken dan mijn spelerscarrière. Want ik wist wel van je was niet de beste voetballer. Ik was, lekker voetballen. Ik was in de jeugd. In de jeugd was ik wel van mijn lichting in ieder geval een van de talenten. Ja. Ik had wel door van, ik snap het spel beter dan dat ik het uit kan voeren. Ja, ja. En eigenlijk was ik ook een betere zaalvoetballer dan een veldvoetballer. Met name, waar ik goed in was, ik kon heel snel denken. En vooruitdenken. Ja, en ik was ook wel wat ze noemen een slimme voetballer. Dus creatief. Scoorde makkelijk doelpunten. Koppen kon ik bijvoorbeeld totaal niet. Maar met de voeten ging dat wel aardig. Verdedigen, loopvermogen ging wel, maar ik was een hele trage speler. Nou, wat ik al zei, koppen. Ja, ik was gewoon niet compleet genoeg om zeg maar naar de top van het amateurvoetbal te gaan. Ik heb nog wel eens, als jeugdspeler ben ik ook wel gescout door FC Utrecht bijvoorbeeld. En die zeiden van het is technisch en tactisch, zo noemden ze dat toen nog, allemaal wel aardig. Maar fysiek is het niet goed genoeg voor het niveau wat wij nastreven. Nou ja, goed, dat vond ik ook best logisch. Maar dat hoorde ik achteraf van een van de scouts. Dus ik had best talent als voetballer. Alleen ik had wel het idee toen al van als trainer kom ik verder dan als speler. Ja. Dus dat is op dat moment een bewuste keus geweest. Ik heb 11 jaar de A-junioren van Argon getraind. Ook begonnen op een... dan moet ik even snel rekenen. Ik denk het 5e niveau van Nederland. Dus dat zou ik kunnen vergelijken met nu net onder divisieniveau. Ja. Ja, en toen ik na die 11 jaar naar de senioren ging, speelde Argon eerste divisie. Het op 1 hoogste niveau, waar we ons keurig 2 seizoenen achter elkaar wisten te handhaven. Ja. Dus ik heb zowel als speler, maar ook als trainer bij Argon een hele mooie bloeiperiode meegemaakt. En dat was natuurlijk gunstig voor mijn start als trainer. Dat daar is eigenlijk de grond gelegd voor je trainerscarrière. Ja, zeker. Want in die tussentijd heb ik ook andere diploma's gehaald. Ja, heb je ze allemaal? Dat moet wel dan, denk ik. Sorry? Volgens mij. Heb je ze allemaal? Ik heb ze allemaal, ja. Want dat moet tegenwoordig. Anders kun je niet in profvoetbal werken. Nee. Ik had, ik begon dan met JVT. Daarna kreeg je een applicatiecursus. Om ook senioren te mogen trainen op dat niveau. Toen train ik overigens nog geen senioren. Maar goed, dat was een soort vereiste stap om weer verder te kunnen. Toen, inmiddels heette dat TC2. Toen heb ik TC2 gedaan. Toen ik bij de A-junioren van Argon zat, ook TC1. In die tijd was ik ook nog jeugdtrainer. En voor mijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Argon besloot ik me een keer in te schrijven voor de pro-opleiding, zoals die nu heet. Want dat is pittig, hè? Ja, dat is pittig. En ook die inschrijving was wel pittig. Dat ging toen nog op basis van een puntensysteem. Had je een matrix daarnaast. Een aantal vlakken waarop je getest werd. Je carrière als voetballer telde mee. Ja. Nou, daar haalde ik niet zoveel punten voor. Maar eigenlijk tot mijn grote geluk was de ondergrens, geloof ik... Als je ooit tegen een bal had getrapt, was 14 punten van de 20. Dus dat was nog niet zo slecht. Nee. Frank de Boer bijvoorbeeld, die kreeg dan bonuspunten omdat hij zoveel interlands had gespeeld. Dus zo werkte dat.
Maar goed, al die andere vlakken, daar zaten een aantal testen bij. Intelligentietest en ook persoonlijkheidstesten. Je kreeg een voetbalgesprek op basis van een wedstrijd die je moest bekijken op tv. Was Benfica Barcelona, dat weet ik ook nog. Ook nog. Ja, en je kreeg ook een managementgesprek. Dus wat je op dat moment wist van, nou ja, van werken met teams, leiding geven. Ja. Ja, en op al die andere vlakken bleek ik dus achteraf wel heel aardig te scoren. Met name die testen, dat ging me heel makkelijk af. Ja. Waardoor ik eigenlijk op een puntentotaal uitkwam waarbij ik meteen werd toegelaten. Dat had ik absoluut niet verwacht. Want nee. Ik was nog relatief jong, ik was net in de 30. En ik stond dus op het punt om hoofdtrainer te worden bij Argon. En ik werd toegelaten. Ja, nou, mooie stap gelijk. Ja, voor je ontwikkeling. Geweldig. Het was natuurlijk geweldig. En ik besloot ook om de op dat moment beste trainer van Nederland te benaderen of ik bij hem stage kon lopen. Dat was Louis van Gaal bij AZ in die periode. Ik was niet de enige, want ik zei al Frank de Boer. Ik zat ook in de groep bij onder andere John van den Brom, bij Alfons Groenendijk, bij Rob Witsche. Een heel hoog ex-Ajax gehalte, die allemaal wel bij Van Gaal stage wilden lopen. Maar ik was de eerste. En Van Gaal was daar heel rechtlijnig in. Ik weet nog, ik kreeg op vrijdag een telefoontje vanuit Zeist. Op zaterdag heb ik toen aan Edward Metgod gevraagd. Want Edward kon ik wel redelijk goed, want zijn zoon speelde in die tijd bij Argon. Ja. Erik, nu ook trainer bij Edo in Haarlem. Maar die zei, joh, Van Gaal is gevoelig voor een persoonlijke noot. Dus als ik jou was, zou ik een brief schrijven. Ja. Dus ik gelijk in de pen geklommen, brief datzelfde weekend nog op de bus gedaan. En nou, tot mijn aangename verrassing werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Nou, hoe ging die brief? Geachte meneer Van Gaal? Ja, zeker. Daar is hij gevoelig voor. Daar is hij absoluut gevoelig voor. Maar uiteraard ook een complimenteuze brief. Maar ook wel een brief waarin ik vertelde wie ik was en wat ik met name wilde. En waarom ik graag bij AZ stage wilde lopen. Dus toen werd ik uitgenodigd. Dat was toen nog bij de Alkmaarder Hout. Het nieuwe stadion was in aanbouw. Ja, dus ik heb die verhuizing heb ik meegemaakt tijdens mijn stagejaar. En na een training, dus eerst de training bezocht. Ik had zoiets, ja, als ik er toch heen moet, zorg ik dat ik er vroeg ben. Dan kan ik die training ook meepikken. Ja, zeker. En na de training met Van Gaal gezeten in toen nog, ja, het was een soort, nou, noem het maar een soort veredelde bouwkeet waar die in zat. Wat de ruimtes daar, die waren allemaal te klein. Hè, en er werd natuurlijk ook niks meer aan gedaan, omdat ze wisten dat ze gingen verhuizen. Ja, gingen verhuizen natuurlijk. Precies. De velden overigens, die waren fantastisch. Zowel het trainingsveld als het veld in het oude stadion. Maar goed, toen in gesprek. En ik ben niet zo heel snel, noem het maar nerveus of onder de indruk van iemand op voor een gesprek. Maar toen wel eventjes. Ja, en, ja maar dat vind ik niet zo gek. Nee, de uitstraling natuurlijk die kan uitstralen. Zeker. En Van Gaal heeft best een beetje strenge, schoolmeesterachtige uitstraling. Terwijl die... Ja, uit dat gym, hè? Uit dat gym docent natuurlijk. Hij is ALO-docent geweest. Ja. En hij houdt ook van... Hij heeft normen en waarden hoog zitten. Ja. Dus je zegt ook niet zomaar Louis tegen hem. Ik al helemaal niet, want zo ben ik ook niet opgevoed. Meneer Van Gaal. Ja, precies, meneer Van Gaal. De eerste 20 minuten was ook redelijk formeel. Dat ging dan over die brief en waarom ik bij hem terechtgekomen was. Hij begon met, het was wel een beetje een slijmerige brief, noemde hij dat. Toen zei ik, ik zie het als een complimenteuze brief. Ja. Nou, dat vond hij dan wel mooi, want dat was natuurlijk best, daar was hij best gevoelig voor. Ja, wie de bol... Kaats kon hem terugverwachten, hè? Precies. Ja, deed je goed. Ja, inderdaad. En na een minuut of 20, 25, toen vroeg hij, hoe ga je dat nou aanstaande zondag aanpakken tegen West-Lambia? Ik had zoiets van, hè? Hij had zich dus absoluut gewoon verdiept in wie ik was, hoe het met Argon ging, hoe we ervoor stonden. En dat vond ik een hele leuke vraag. En toen zei ik, dat gaan we sowieso doen. En... Want Argon kon, volgens mij konden we toen net geen kampioen meer worden. En West-Lambia had nog wel iets op het spel staan. Kortom, hij volgde dat en hij wist dat. En hij was benieuwd naar mijn plannen. En toen brak het ijs, zeg maar. En toen hebben we nog heel leuk over een aantal andere zaken die met voetbal te maken hadden.
Hij voelt zich dan niet groot genoeg, hè? Of te groot nee, voor helemaal niet. Nee, hij vroeg ook wat voor type speler was jij? Ja. En waarom ben je nu al, waarom ben je al zo jong gestopt en trainer geworden? Dus echt vragen die ik niet had verwacht en misschien ook wel niet voorbereid. Maar goed, dat maakte het wel een leuk gesprek. Hij wilde gewoon meer weten over de mens. En vooral ook over de motieven waarom ik de keuzes had gemaakt die ik gemaakt heb. En dus ik mocht uiteindelijk stage komen lopen. Dat zei hij ook aan het eind van het gesprek. Ja, daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee. En daar een prachtig jaar gehad. Je moest toen officieel 2 momenten per week stage lopen bij een betaald voetbalclub. Ja. Dus dat kon zijn 2 verschillende dagen of een ochtend- en een middagtraining. Ja, ik was er geloof ik 1 dag niet. De rest van de week was ik er. Waardoor ik ook vanaf het begin eigenlijk overal bij mocht zijn. Hè. Van Gaal staat ook bekend om. Als jij daar stage gaat lopen, dan moet je eerst maar eens bewijzen dat je er altijd bent en dat je op tijd bent. Maar ik mocht vanaf het begin overal bij zijn. En unieke inkijkje natuurlijk. Ja, absoluut. Waar ik gewoon heel veel profijt en plezier van heb gehad in mijn verdere carrière. Zeker. Heb je dat zelf ook geïmplementeerd? Zeg maar, dingetjes die hij had, zeg maar, spelsituaties. Ja. Of ga je dat zelf eigen maken meestal? Je hebt natuurlijk al, als je... Want ik was op dat moment, denk ik, al een jaar of... In ieder geval meer dan 10 jaar. Ik denk een jaar of 15 was ik al trainer. Ja. Want ik had al 2 jaar Argon 2. Ik was 15 jaar jeugdtrainer geweest. Hè. Dus 11 jaar die A-junioren, 1 jaar de C'tjes, de onder 15 en 3 jaar pupillen. Dus dan heb je al iets van een visie. Ja. Alleen je gaat dat ook wel toetsen aan wat hij zegt en wat hij doet. En nou is niet alles wat Van Gaal doet bruikbaar bij elke amateurclub. Nee. Maar een aantal dingen waarvan ik dacht van hé, dat komt wel aardig overeen zoals ik er naar kijk en hij dat doet met AZ. En natuurlijk zijn er ook een aantal dingen die je daaraan toe kan voegen. Wat ik heel goed van Van Gaal vond en waar hij nog steeds heel goed in is, hij noemt dat dan imagineren. Hè, maar eigenlijk al het voorspellen door middel van inbeelden, van visualisatie, waar een wedstrijd beslist gaat worden. Hè, welk speelveldgedeelte, welke tactische zet van een van de 2 trainers. Ja, daar is hij nog steeds heel goed in. En daar was hij toen ook al heel goed in. En ze zeggen wel eens, er komt iets 9 van de 10 keer uit. Maar bij hem kwam het gewoon 10 van de 10 keer uit. Ja. Dat was gewoon altijd raak. Ja, dat is heel bijzonder. En AZ had dat jaar, pech. Ik weet niet of het pech is, maar ze verloren toen die laatste wedstrijd van Excelsior met 3-2. Waardoor ze net geen kampioen werden. Oh, is dat de lichting van Koevermans en zo? Ja, zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Ja, dan zit het goed. En ze verloren de bekerfinale van Ajax na penalties. Was het hartstikke spannend volgens mij die laatste dag? Ja, dat was toen. Het ging tussen PSV, Ajax en AZ. Waarbij het doelsaldo van PSV uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. 5-1 of zo? 5-1 won PSV. Heel raar. En Vitesse. Vitesse volgens mij. En Ajax moest van Willem II winnen, maar die hadden een kleinere overwinning. Ja. En ik weet nog, ik speelde met Argon op dat moment bij, volgens mij was het bij Excelsior 20 in Rotterdam. Ja. De oude club van Danny Koevermans. Ja. En wij speelden daar gelijk volgens mij, wat ook al niet goed was. En AZ verloor toen met 3-2 bij Excelsior. Die kreeg volgens mij een hele snelle rode kaart, Boy Waterman, de keeper. Ja. Waardoor ze een groot deel van de wedstrijd met een man minder moesten spelen. Dus ja, dat was een hele, eigenlijk een hele treurige zondag. Ja. Omdat met Argon konden we dus toen geen kampioen meer worden. Maar het was zonde dat AZ geen kampioen werd. Want dat had ook hartstikke mooi geweest. Was een mooi jaar. Om dat nog mee te maken. Maar goed, dat mocht niet zo zijn. Maar ja, desalniettemin een fantastisch jaar gehad. En niet alleen door Van Gaal, maar ook door de rest van de staf eromheen. Ja. Maar ik zei al, Edward Metgod, Martin Haar waren assistenttrainers. Jan Nederburg was verantwoordelijk voor de keepers. Veel voetbalintelligentie. Heel veel, met name heel veel voetbalervaring. Ja. En inderdaad ook voetbalintelligentie. Ja. Van Gaal zorgt altijd voor een hele professionele organisatie om het team heen. Ja. Ja, en daar kun je natuurlijk als beginnend trainer ook wel weer heel veel uithalen. Waar je later weer iets mee kunt op het moment dat je zelf de profvoetbal ingaat. Want je zat niet naast hem dan op de wedstrijddagen. Nee. Want je zei het zelf al, je was zelf natuurlijk hoofdtrainer ook. Ja, dus op zondag had ik gewoon mijn wedstrijden met Argon. En met de wedstrijden zat ik op de tribune.
Dus ik had wel keurig vaste plaatsen. Ja. Ja. En ik was er als AZ niet op zondagmiddag thuis speelde, was ik erbij. Dus ik heb Europese wedstrijden gezien. AZ speelde veel op zaterdagavond dat seizoen. Dus ik heb zoveel mogelijk wedstrijden bezocht. En nou ja, ook dat is natuurlijk hartstikke leerzaam. Want ik mocht bijvoorbeeld wel bij de wedstrijdbespreking zijn. Dus ik at mee met de staf. Ja. Ik zat bij de wedstrijdbespreking erbij. En daarna zocht ik dan mijn plekje op de tribune. En de nabespreking van Van Gaal, de wedstrijd-evaluatie, zoals hij dat toen al zo mooi noemde. Ja, dat zijn gewoon echt trainingsmomenten. Daar neemt hij echt de tijd voor. Dat is wel iets waarvan ik, waarvan ik achteraf kan zeggen, ja, dat heb ik wel ook dankzij hem, mede dankzij hem, overgenomen. Want hij zei van, dat zijn gewoon hele belangrijke leermomenten voor spelers. Niet zozeer wat ze fout gedaan hebben, maar wel hoe ze de volgende keer op een situatie kunnen reageren. Ja. Ja. Dus daar nam hij echt de tijd voor. Dat waren echt hele exercities en daar was ik ook gewoon bij. Dus ja, nogmaals, ik heb daar een hele mooie en leerzame tijd gehad. Ja, bagage meegenomen voor jouw verdere carrière. Absoluut. Want je hebt meer clubs gehad. Ja. Haarlem kwam om de hoek kijken. Nou ja, inderdaad, na het laatste jaar Argon, waar we kampioen van Nederland werden. Was je toen inmiddels ook afgestudeerd voor je studie? Of hoe, nee, dat hoe was lang het, was dat? Dat was het laatste jaar. Ja. Ik zei eerst mijn eerste jaar, maar het was mijn laatste jaar bij Argon. Dat ik dat kon combineren met stage lopen bij AZ. Dus eigenlijk in mijn tweede jaar als hoofdtrainer heb ik mij opgegeven voor coach betaald voetbal. En dat was ook het seizoen dat ik dat ik toen op audiëntie ging bij Van Gaal. Ja. En het eerste jaar bij Argon werden we algeheel zondag kampioen. Maar toen verloren we de finale in de tweede wedstrijd na verlenging van AZ. Ja, toen had je nog zaterdag zondag. Je had dan een poeltje met drie teams. Ja. Daar kwam een zaterdag en een zondag winnaar uit van de drie hoofdklasses. En toen speelden we tegen ASWH. Allebei de wedstrijden 2-2. Waarbij wij in de eerste wedstrijd, of sorry, in de tweede wedstrijd in de 96e minuut van de reguliere speeltijd een penalty misten. Ja. Dus anders had er nog een landstitel bij gezeten. Ja. Maar goed, op dat moment ben je er helemaal niet mee bezig. Je bent bezig met je spelers en met je team. Ja, je wil die wedstrijd winnen. En toen kregen we in de verlenging ook een penalty tegen. Die was terecht en een rode kaart. Toen kregen we nog een penalty tegen, die stopte de keeper. Dus we hadden eigenlijk tot de laatste seconde zaten we met 10 man nog in de wedstrijd. Ja. Maar die verloren we helaas. En het tweede jaar werden we geen kampioen. Toen werd het Turkiumspor met Simon Kistemaker. Ja. En het laatste seizoen werden we uiteindelijk kampioen van Nederland. En dat was ook het jaar dat ik bij AZ stage deed. Ja. Even inhakend op dit mooie verhaal. Want je hebt natuurlijk heel veel ook gewonnen als trainer. En dat houden ze bij Wikipedia, houden ze dat mooi bij. Algeheel amateur kampioen van Nederland. Ja. 3 keer geweest. Ja, 1 keer dus met Argon. Ja. 2 keer met IJsselmeervogels. Ja. Ja. Landskampioen, zaterdag amateurs. Landskampioen, zondag amateurs. Ja. Afdelingstitels noemen ze dat. 5 keer in totaal. En een Supercup, ook nog op de naam van Jan Zoutman. En coach van het jaar, Nederlands amateur. Is dat eigenlijk ook wel een hele mooie waardering? In 2005? Als ik, dat was na mijn eerste jaar als hoofdtrainer. Ja. Toen we dus, had je die coachdag georganiseerd mede door CBV. Volgens mij in samenwerking ook met VVON en dat blad Trainersmagazine. En dat was toen nog bij Willem II. Ja. En volgens mij mocht elk district toen een coach naar voren schuiven die meedeed voor die titel. Ja, coach van het jaar. Ja, ja. Dus dat bleek ik dus te zijn namens West 1. En tot mijn verrassing werd ik ook door mijn collega's benoemd tot winnaar van de Rinus Michels Award. Zo'n heel groot glazen ding. Heb een mooi plekje bij mij op mijn kantoortje. Ja, wat is het leuke aan die prijs? Dat je eigenlijk waardering krijgt van je collega's. Ja. Want op zich hecht ik niet zo heel veel waarde aan individuele prijzen binnen het voetbal. Want ook als trainer, en dat heb ik later in mijn carrière wel gemerkt, ben je afhankelijk van een aantal zaken. Je hebt niet alles in de hand. In die tijd dacht ik nog wel van, ik ben een soort tovenaar, ik red alles. Overdreven gezegd. Ja. Maar daar kom je er later wel achter dat bijvoorbeeld het spelersmateriaal, maar ook de organisatie, zowel om het team heen. Essentieel als, zijn die. Ja, natuurlijk. Ja. Die zijn essentieel. Ja. Dus je kunt alleen maar prijzen winnen als dat allemaal klopt. Ja.
Als één of meer van die factoren niet kloppen, niet goed genoeg zijn, dan kun je het vergeten. Ja. Dus ja, het is hartstikke leuk zo'n prijs als trainer. Maar eigenlijk zou een hele club zo'n prijs moeten krijgen. Ja. Maar goed, het is natuurlijk altijd leuk om waardering met name van je collega's te krijgen. Het was ook niet een soort jury of een aantal mensen van een of ander bestuursorgaan die dat gekozen hebben. Alle trainers in Nederland, bij de amateurs. Volgens mij mochten andere trainers van profvoetbal ook meedoen, maar dat weet ik niet zeker. Ja, die mochten stemmen. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk als je daar dan de waardering uitkomt. Dat ze zeggen van, joh, Jan, die krijgt die waardering. Die hoort die waardering te krijgen. Ja, nee, dat was heel leuk. Dus, maar die prijzen uiteindelijk met alle teams en clubs. Die zijn veel mooier. Dat heeft heel veel voldoening gegeven. Niet zozeer om de prijzen zelf, maar wel het is ook weer gewoon een beloning van de manier waarop je met z'n allen samenwerkt. En dan is het hartstikke mooi als dat van tijd tot tijd wat leuks oplevert. Waarbij ik wel moet zeggen dat je moet natuurlijk als trainer ook wel het geluk hebben dat je bij clubs terechtkomt die ook in staat zijn om prijzen te winnen. Ja. Want ja, er zijn denk ik heel veel goede trainers. Maar voor sommige trainers is het een kampioenschap als ze hun team in een bepaalde divisie houden. Of als ze een jong team verder ontwikkelen tot een beter niveau. Dus het gaat niet alleen maar om prijzen, maar nogmaals, het maakt het wel leuk. Ja. Het is een vorm van waardering. Ja. Hey, even terugkomend op het volgende, want we hebben elkaar even kort gesproken aan de telefoon, hè, toen ik je uitnodigde. Toen zei je, eigenlijk is het niet allemaal zo aankomen wij. Hoe hard heb je moeten knokken om te staan waar je nu op dit moment bent, Jan? Nou goed, wat ik daarmee bedoelde was, ik ben natuurlijk niet een standaard trainer met een voetbal, met een grote voetbalachtergrond, die automatisch kansen krijgt in de voetballerij. Trainers uit het amateurvoetbal, die moeten vaak heel hard werken en echt wel iets bijzonders presteren in dat amateurvoetbal om daarvoor in aanmerking te komen. En er zijn er gelukkig nog meer. Ik moet zeggen dat zit ik heel dicht bij het vuur. Ook in de toelating wordt die status van voetballer, en ik denk volkomen terecht, wordt minder waarde aan toegekend dan dat 10, 15, 20 jaar geleden zo was. Ik was volgens mij de enige op dat moment die alleen maar in het amateurvoetbal had gewerkt. Ik zat ook in de groep met Gerry Hamstra, die was ook wel amateurtrainer, maar die had wel een verleden als als speler volgens mij ook bij BVO's. Hetzelfde geldt voor Gert Heerkes. Die was volgens mij keeper geweest bij Emmen, bij Groningen. Ja. In ieder geval de clubs, bij de clubs in het Hoge Noorden. Ja, voor de rest waren het allemaal bekende namen. Allemaal oud-profs. Ja. En ik zat daar als amateurtrainertje tussen. Dus daar had ik wel zoiets van, best aardig gedaan. Ja, tuurlijk. En die cursus bleek ook, ook dat ging me prima af. Uiteindelijk door de successen bij Argon en eigenlijk toch ook alweer een beetje door Van Gaal en met name ook Martin Haar, die hun lijntjes hadden met de toenmalige betaald voetbalclub Haarlem, kreeg ik daar ook al snel de kans. Ja, dus dat had wel allemaal met elkaar te maken. En wat dat betreft was Haarlem ook achteraf een hele leerzame stap, maar op dat moment ook best een mooie en logische stap voor mij. Ja, dan zit je in de Jupiler League. Toen was het nog de Jupiler League. Ja, ik noem het maar gewoon de eerste divisie. Ze hebben allemaal namen. Dan maken we ook nog sponsor. Ja. Daar heb ik niet zoveel mee met die sponsornamen. Nee. Eerste divisie kwam je terecht. Ja. Haarlem bestaat nu niet meer. Nee. Was niet dankzij mijn salaris. Nee. Dat kan ik je wel vastklappen. Nee, Haarlem, toen ik daar kwam, Gert Aandewiel was mijn voorganger. Die had hartstikke goed werk gedaan bij Haarlem. Voor Gert zat daar Roy Wesseling. Die had volgens mij zelfs nog een periodetitel gewonnen met Haarlem. Kortom, Haarlem had best wat potentie. Maar toen ik daar kwam, bleek wel dat het allemaal heel dun was. Er was weinig geld. Er zat niet veel voetbalkennis in de club. Ze hadden een bestuurslid voetbaltechnische zaken, Aad Goedhart, weet ik nog wel. Die stopte ermee omdat hij min of meer slot aan dat Gert had verbonden. Hij was ook al op leeftijd. Kortom, daar kom je erachter dat je succes... Andere kant van het voetbal. Ja, de andere kant van het voetbal. Ja. Dat je om succes te kunnen hebben, moeten er wel een aantal voorwaarden kloppen. Ja. Te beginnende in de top van de club, in de clubleiding, organisatie.
Daarnaast ook om het team heen. Dat was ook allemaal heel mager. Ik had bijvoorbeeld een assistent, Edmond Klaus. Geweldige kerel. Maar die was niet alleen assistent. Die was ook verantwoordelijk voor Jong Haarlem. Hij was verantwoordelijk voor de keeperstraining. En hij, die liep er dag en nacht. Hij was ook nog hoofdjeugdopleiding. Ook nog. Jeetje. Dus die, na de training vloog hij altijd gelijk naar de andere kant. Omdat hij dan met de jeugd ja. Logisch. Maar niet passende bij een betaald voetbalclub. Zeker niet bij een BVO. Klopt. Dus het eerste seizoen was ook heel moeizaam. Toen ik daar kwam was er ook, ja, we moesten nog heel veel spelers ook beslissingen overnemen. We moesten spelers halen. Ja. Ik weet nog wel, met name de spitspositie, ja, daar kwamen we gewoon niet goed uit. En dan blijkt dat je netwerk als trainer in het amateurvoetbal prima was, maar in betaald voetbal gewoon nog niet groot genoeg. Nee. Uiteindelijk kwamen we bij een spits terecht die niet voldeed. Deense jongen, er kwamen twee Denen. Ook wel grappig, Haarlem haalde dan Denen, maar die jongens werden in het begin nauwelijks begeleid van nou oké, okay, we halen twee Deense spelers, ja. We hebben hier een appartementje voor jullie, ja. Zoek het maar uit. Ja. Nou, en na een maand of twee maanden kwam men erachter dat het misschien toch wel handig was om ook iemand aan te trekken die met die jongens ja, zeg maar, aan de slag kon. Ja, ja, gewoon dat soort organisatorische ja. En logistieke zaken kon regelen. Dus dat gebeurde dan ook. Nou, die ene Deen, die was jammer, want die verdediger die was heel blessuregevoelig. Maar dat vond ik echt wel een talentvolle speler. Ja, die andere Deen was een spits. Ja, op zijn zachtst gezegd, die kon er eigenlijk geen hout van. En, dus, nou ja, daar zit je al met een cruciale positie die onderbezet is. Kortom, een heel moeilijk seizoen. We eindigden ook onderaan. Ik heb zelf ook nog een schorsing toen opgelopen aan het eind van het seizoen. Jee. Werd je kwaad? Ja, uit bij ADO. En nu komen de anekdotes. Ja, zeker, zeker. Nou, mijn hoofdtrainer was daar William Vloed. Oh, ja. Assistenten, de heer Gentile en Fraser. En wij hadden thuis van ADO gewonnen met 2-0. Speelden we een hele goede wedstrijd. Terwijl ADO was kampioenskandidaat. Ja. Dus ja, dat was voor ADO toen niet zo prettig. Ze begonnen toen niet goed dat seizoen. En het was volgens mij mijn eerste overwinning in betaalde voetbal met Haarlem. En uit verloren we achteraf met 2-1. Maar ADO was vanaf het begin al de scheidsrechter aan het bespelen. Oh, en op zoek naar kaarten voor onze spelers. En dan heb je ook een lekkere bank met die assistenten. Iedere keer vlogen die drie van die bank af als er maar iets gebeurde. Kortom, iets wat je tegenwoordig in het voetbal ook veel meer ziet dan vroeger. Ja. Dus daar ging ik wel een beetje tegen ageren. En op een gegeven moment liet een speler van hun, een Turkse speler, die ik eigenlijk heel goed kende vanuit de tijd van de wedstrijd met Argon tegen Turkiyespor. Hursut Meriç. Hij speelt nog steeds overigens bij AGB in Amsterdam. Ja, die liet zich ook vallen. En toen zei ik zei iets van, blijf toch geven deze keer staan. Tering Turk. Nou, dat was natuurlijk hartstikke fout. En de vierde man... Is het een anekdote, hè, dames en heren? Ja, is een anekdote niet gelijk gaan bellen? Nee, ik ben er ook niet trots op. Nee. Ik heb het wel gezegd. Is gestraft. Ja, en toen kreeg ik een... eerst wilde de KNVB me een wat lagere schorsing geven en een enorme boete. Toen had de algemeen directeur van Haarlem gebeld. Die zegt, ja, als jullie deze boete geven, dat is ongeveer de helft van zijn salaris. Dus dat lijkt me een beetje overdreven. Ja. Dus toen is de boete lager geworden, maar toen kreeg ik wel 5 wedstrijden schorsing. Ja, het was kiezen of delen, dus daar kon ik niet in beroep. Nee. Nou, dat heb ik toen maar omdat Haarlem toch, we stonden niet best. En toen heb ik dat zo gelaten. Dus ik heb de laatste 5 wedstrijden van dat hele moeilijke seizoen heb ik op de tribune gezeten. En nou, Haarlem eindigde onderaan. Het was gewoon een heel moeilijk seizoen. In die tussentijd waren we wel bezig, ook weer met hulp van Gert Aandewiel. Want Gert was toen hoofdtrainer bij Sparta in de Eredivisie, maar daar werd hij al... Ja, redelijk vroeg in het seizoen werd hij ontslagen. Ja. En toen is Gert eigenlijk door de Club Haarlem, maar wel met ook mijn instemming, gevraagd om te helpen om in ieder geval een betere organisatie om het team heen neer te zetten. En ook gewoon een fatsoenlijke selectie. Ja. Dus het tweede seizoen, en dan zie je weer het verschil als je met een betere staf werkt of in ieder geval een omvangrijkere staf. Ja. We kregen het tweede seizoen de beschikking over videobeelden. We kregen de beschikking over hartslagmeters een aantal momenten per week. Het scheelt heel veel. We hadden een aparte trainer voor Jong Haarlem aangetrokken. Dat was Robbie Matthij, met wie ik... die zit al een jaar of 10 in Saoedi-Arabië, maar daar heb ik nog geregeld contact mee. En Marco Gentile werd mijn vaste assistent. Ja, dat was veel beter geregeld allemaal. Ook de selectie werd versterkt met onder andere
Toen Laurens ten Heuvel in de spits, zodat we ook gewoon echt een spits hadden die ja in ieder geval een aantal goals maakte, maar ook gewoon een goed aanspeelpunt was. Laurens was meer een meevoetballende spits dan een echte goalketter, maar je zag gelijk het effect daarvan. En uiteindelijk werden we dat seizoen 12e, hebben we nog heel lang gespeeld om een plek in de na-competitie. En ja, dan krijg je er wel weer wat plezier en vertrouwen in. Maar laatste seizoen, ja, dat was het seizoen dat al die financiële problemen naar boven kwamen. Dat werd wel een heel moeilijk verhaal. En toen was het eigenlijk meer een kwestie van de neuzen dezelfde kant op houden, de sfeer erin houden, omgaan met moeilijke periodes en teleurstellingen. Ja, er waren spelers, de tankpas werd geblokkeerd. De salarissen kwamen te laat. Ja, die jongens hadden wel gewoon een hypotheekje op hun huis. En die auto moest ook rijden. Dus je kan wel een beetje raden wat voor gevolgen dat heeft. Ja. En toch, op een of andere manier, ging ik daar veel makkelijker en beter mee om dan mijn eerste seizoen. Dus door al die moeilijke ervaringen in dit eerste seizoen, waarin ik uiteindelijk ook op aanraden van, we hadden twee clubartsen, twee geweldige gasten. En een van die twee zei ergens in februari, die zei, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Want jij bent wel hartstikke druk met die spelers. En dat, toen zei ik, nou, ik vind het best lastig. Hij zegt, ik zie het aan je. Ja. Hij zegt, nou heb ik een kennis. Dat is een uitstekende sportpsycholoog. Zou je daar eens mee willen praten? Ja. Ja, en waar ik daarvoor ook altijd zoiets had van, ja, waarom dan? Niks voor mij en hoezo. En dat moeten spelers en trainers toch zelf doen. Ben ik toch met die man gaan praten. Want ik voelde gewoon dat het zwaar was. En die man heeft eigenlijk toen door hem eigenlijk een paar hele simpele, logische noem het maar tips en tricks. Ja. Heeft hij mij weer in ieder geval op het goede spoor gezet. Waardoor het een stukje makkelijker werd. En al die ervaringen bij elkaar, daar had ik mijn derde seizoen toen halen failliet ging. Maar had ik daar heel veel profijt van. Dus het ging me eigenlijk makkelijker af dan de twee seizoenen daarvoor. En zeker dan het eerste seizoen. Achteraf is dat misschien wel het leerzaamste seizoen uit mijn carrière geweest. Op het moment dat je daar middenin zit, dan ervaar je dat als een last, als druk, als zwaar. Als je kijkt naar reflecteren, leerproces, waar haal je nou het meeste uit? Ja, dan is dat eigenlijk wel het seizoen geweest dat ik meer dan ooit geleerd heb. En niet alleen als trainer, maar misschien wel in mijn hele leven. Ook als mens, denk ik. Ja, want ook, Argon was een vertrouwde omgeving. Daar ben ik in totaal 20 jaar trainer geweest. 15 jaar jeugdtrainer en 5 jaar seniorentrainer. Ja, bij Haarlem kwam je erachter dat de mensen die je mede hadden aangenomen, je eigenlijk ergens in de loop van het eerste seizoen ook alweer de nek om wilde draaien. Ja. En ik had gelukkig, zo slim was ik dan wel, ik had voor 2 jaar getekend. Met het argument van, ja, maar luister, het is allemaal nieuw voor mij. Ik wil mezelf wel 2 jaar de tijd geven om het te ontwikkelen. Ja. Dus dat is misschien wel een van de beste beslissingen die ik toegenomen heb. Zonder zaakwaarnemen, want dat deed ik gewoon zelf. Dat zijn... Ja, die contracten, dat is helemaal geen hogere wiskunde, in ieder geval op dat niveau. Dus dat kon ik prima zelf. En na het tweede seizoen werd mijn contract verlengd. Want toen zagen ze van, hey, met iets meer mogelijkheden kan Jan met de rest van zijn staf er best wel iets van maken. En het derde seizoen ging Haarlem failliet, dus ja, dat hield op. Maar toen kon ik wel in de winterstop weg naar IJsselmeervogels. Ja. Ja, waar ik een fantastische tijd ook heb gehad. Ja. 3,5 seizoen gewerkt. Op 5 wedstrijden na in het laatste seizoen. Ja, inderdaad ook weer, net als bij Argon, mooie successen gehad. Kampioenschappen, Supercup gewonnen. Geweldige, met geweldige spelers, maar ook met geweldige mensen om me heen gewerkt. Ja, vrijwilligers, de club natuurlijk zelf ook. Absoluut, de IJsselmeervogels heeft een hele warme, warme plek bij mij. Nog steeds. En en misschien komt dat ook wel door die successen, maar ook als gevolg van de manier waarop we met elkaar samenwerkten. Dat was gewoon heel erg prettig. Ja. Na IJsselmeervogels kon ik weer naar betaald voetbal. Naar Jong Twente, toch? Ja, ik had met IJsselmeervogels een demonstratietraining gegeven. Dat heette toen nog zo, voor de trainersopleiding. Ja. En die waren dan een dag uitgenodigd. Ging ik iets vertellen over mijn voetbalvisie. En hoe ik dat dan trainbaar maakte. En dat ging toen eigenlijk om voetbal conditioneel trainen binnen de speelwijze. Ja. Wat misschien in die tijd deed lang niet elke trainer dat. En ik was daar al redelijk bedreven in. Ik heb eigenlijk vanaf het begin heel veel contact gehad met Raymond Verheijen. Die mij daarin ook wel goed heeft geholpen en begeleid. En ik ben eigenlijk met, toen was het nog...
TC2, toen we kennis met hem maakten. Ik vond dat zo interessant. Ja. Zoals hij dat heel logisch eigenlijk allemaal bracht. Dat ik ben daar gelijk mee gaan werken. Dus vanaf, wat was het, 8 of 99 of zo in die tijd, denk ik. Dus ik was daar in die periode bij IJsselmeer wel eens redelijk bedreven in. En ik had ook een groep spelers die zoiets had van, hey, ja, we kunnen voetbalconditioneel trainen binnen de speelwijze. En dat is eigenlijk een hele mooie combinatie. Mooi. Ja. En ik heb daar toen, het was een week voor de derby tegen Spakenburg. En waar je normaal altijd de laatste training team tactisch gaat trainen, heeft dat op dat soort dagen bij die clubs, hetzelfde bij Quick Boys en Katwijk, heeft dat niet zoveel zin. Nee. Want iedereen staat te kijken, er is vuurwerk. De trainingen worden eerder afgebroken. Ja. Dus ik had al geleerd van nou, dat team tactische moet ik in het begin van de week doen. Ja. En een van die cursisten was Alfred Schreuder. Oh. En wat ik deed vooraf en op het veld was hem opgevallen. Dus hij had daarna contact gezocht van joh, en hoe doe je dat dan? En ik vind het leuk om daar eens een keer met je over te sparren. Dus we hebben contact gehouden. En toen ging ik weg bij IJsselmeer. Dus ik werd 5 wedstrijden voor het eind van mijn, eigenlijk noem het maar 4e seizoen, werd ik op non-actief gezet. En Patrick Kluivert was trainer van Jong Twente. En die ging weg. En, toen kwam er een plekje vrij. Toen kwam er een plekje vrij. Mooi. Ja, en toen heeft, toen hebben Alfred en ik daar contact over gehad. En dat was eigenlijk heel snel was dat bekeken. Dus toen, toen zat ik ineens bij een Eredivisieclub, weliswaar met de verantwoordelijkheid natuurlijk over Jong Twente, die toen naar de Eerste Divisie gingen. Ja. Maar wel in een, in een super professionele organisatie. Even nog iets meer professionaliteit dan Haarlem en denk Dordrecht ook. Zeker, nee, dat is een ding wat zeker is. We zaten ook met de staf van 1 en 2 gewoon in één ruimte. Elke dag was er overleg over trainingen, ontwikkelingsspeelwijze, periodiseren heb ik... zeker ook geholpen hoe dat bij het eerste elftal het best weggezet kon worden. Dat deed ik dan samen met Michel Jansen. Michel Jansen was op papier de hoofdtrainer, want die had de papieren. Maar in de praktijk was Alfred toen al degene die de beslissing nam. Ja. En daar zat onder andere Kees van Wonderen in de staf, Jurie Mulder, Boudewijn Paaplaats, kortom. Heel veel, ook weer heel veel voetbalervaring en ook wel voetbal know-how, met name over de inhoud van het spel. Waar je als trainer ook weer niet slechter van wordt. Ik kan me hele inhoudelijke gesprekken herinneren met name Kees en Alfred, waar we echt tot 4 cijfers achter de komma naar spelsituaties aan het kijken waren en hoe je dat dan op moet lossen. En heel interessant, ook met hele... leuke, talentvolle spelers gewerkt. Denk daarbij aan Renato Tapia, Joachim Andersen, die nu in de Premier League en in Deens elftal speelt. Tapia is vaste international van Peru. Ja, mooi. De Jesus Corona, maar ook een Bilal Ulcik, die nu de weg terug weer heeft gevonden bij Volendam. Zo schieten. Ik zal er vast nog wel een aantal vergeten. Maar als je met dat soort spelers kunt werken, is dat natuurlijk hartstikke leuk. Geweldig. Ja, geweldig. En hele mooie tijd gehad. Maar ook daar, net als bij Haarlem, kwam er op een gegeven moment tijdens mijn 2e seizoen naar buiten dat Twente toch wel heel veel financiële problemen had. Ja. De rest van het verhaal is bij iedereen bekend. Maar mijn contract werd niet verlengd. Word je wegbezuinigd eigenlijk? Jong Twente ging uit de Eerste Divisie, want dat kostte gewoon te veel. Die gingen terug naar de amateurpiramide. Die kwamen toen in de Tweede Divisie terecht, waar ze volgens mij ook gelijk weer uitdegradeerden. En toen op een gegeven moment in de Derde Divisie. En toen hebben we, toen inmiddels zat ik bij Quick Boys, hebben we ook nog tegen elkaar gespeeld. Maar in ieder geval, dat was zonde. Hè? Want ik had, dat had een mooie stap voor mij kunnen zijn op weg naar meer. Ja. En bij Twente zagen ze het ook heel erg zitten in mij als trainer. Zowel de clubleiding, maar ook de staf met wie ik samenwerkte. Ja. Maar je moet ook een beetje geluk hebben. Geluk in het voetbal is denk ik heel belangrijk. Zeker, ja. Ja. Nou, uiteindelijk toen bij Quick Boys aan de gang gegaan. Ook weer via Gert aan de Wilwet. Ja, dat vind ik wel heel technisch leuk. Technisch manager. Dat vind ik wel heel leuk, want je hebt beide clubs in Katwijk gehad. Ja. Zowel Quick Boys als Katwijk. Hoe werd er gereageerd op de overstap? Nou, Katwijk was natuurlijk de tweede club. Ja. Ik weet nog... Was het toen Quick Boys toen aangevender was? Toonaangevender in die periode? Nee, Katwijk speelde hoog. Ja, toch? Ja. Want toen ik kwam bij Quick Boys,
Toen had je, speelde Quick Boys hoofdklasse en Katwijk topklasse. Oh ja, dat was het. Katwijk was het jaar daarvoor ongeslagen kampioen geworden met Dick Schreuder. Met een enorm puntenaantal. Ik geloof 4 of 65 punten. Ja, enorm. Ja, en, maar goed, Gert Aandewiel werd technisch manager. Dus ik kreeg weer met Gert te maken. Ja. Prima selectie stond er. Goede staf. Had Gert neergezet. Onder andere Patrick de Groot als keeperstrainer. Die natuurlijk ook nog daar gekiept had. Dus die had ook wel goed wil bij de achterban. Was een uitstekende amateurkeeper. En trouwens, hij heeft ook profvoetbal gespeeld bij ADO. En ook een goede keeperstrainer. En Martin Steenvoorde, met wie Gert had gevoetbald. Ja. En die volgens Gert mij heel goed aan zou kunnen vullen op mijn kwaliteiten. Dus nou, kennismaking, avondje volgens mij in een hotel in Haarlem gezeten. Ja, die klik was er vanaf minuut 1 al. Dus dat paste heel goed bij elkaar allemaal. Nou, ook wij werden toen kampioen in de hoofdklasse. Met op de hielen gezeten door Noordwijk, die met Dogan Cornaille ook een geweldig seizoen hadden. En volgens mij kwam Noordwijk tot 62 punten. En wij kwamen ook weer tot 4 of 65 punten. Ja. Het seizoen dat, dat Jordi Thijssen topscorer werd en daarna naar het Schotse profvoetbal ging. We hadden gewoon een prima team. Met de start, weet ik nog wel, was redelijk stroef. We stonden op 5 gespeeld, 7 punten. En Rijnvogels, die hadden een vliegende start toen. Die stonden volgens mij op 5 gespeeld, 15. Ja, toen moesten wij thuis tegen Rijnvogels. Was ik weet nog, de middag dat 's avonds het Quick Boys Gala was in Huis ter Duin. En we hadden zoiets, deze moeten we en zullen we winnen. En we hadden een fantastisch plan gemaakt. En dat pakt allemaal heel goed uit. Die wedstrijd wonnen we 3-0. En vanaf dat moment... was dat de ommekeer? Dat was een soort ommekeer. Ja. In ieder geval in de hoofden van de spelers. Ja. Maar zeker ook in de hoofden van de achterban. Ja, ik had eigenlijk zelf al gezien van nou, dit is een goede selectie. Hier kunnen we wat van maken. Maar die eerste wedstrijden ben je altijd even op zoek naar wat is nou de beste basisformatie. Ja. Onder andere Delano Akohen, die aanvoerder werd. Middenveld of achterin. We hadden toen nog Gerard Aafjes. Maar die bleek ook wel wat blessuregevoelig te zijn. En op een gegeven moment inderdaad na een wedstrijd of 5-6. Toen kwamen we tot de beste opstelling. Waarbij ook uiteindelijk Dennis van der Plas in het elftal kwam. Want het was, Delano vonden we eigenlijk met de Van der Plasjes. Zo. Ja, precies. Ja. Mooi. We vonden Delano eigenlijk niet snel genoeg voor die positie. Met name tegen kleine, wendbare spitsen. En Gerard Aafjes zat altijd in de opbouw met een probleem. Dat we dan twee rechtspoten naast elkaar hadden. Ja. En Dennis zat in Quick Boys 2. Kwam eigenlijk het seizoen daarvoor uit Quick Boys 3. En Jacques Palak had al eens gezegd van, die moet je in de gaten houden. Zit een goede kop op. Het is een beetje een rustige jongen, maar hij kan lekker voetballen. Aardig verdedigen, kan ook behoorlijk opbouwen. Dus uiteindelijk hadden we hem er al bij gehaald in de trainingen. En die hebben we in het elftal gezet. En toen, ze noemden hem op een gegeven moment ook de unbeatable. Want Dennis heeft geen wedstrijd verloren bij Quick Boys in het eerste dat seizoen. Mooi man. Ja, dus dat seizoen was geweldig. Met uiteraard dan ook een mooi feest aan het eind van het jaar. Toen promoveerden we naar de derde divisie. Alleen toen had de KNVB besloten van er komt een tweede divisie boven die derde divisie. Dus die twee topklassen zaterdag zondag, de beste daarvan kwamen bij elkaar in de tweede divisie. En de andere ploeg in de derde divisie. Dus toen zaten we nog niet op het hoogste amateurniveau. Nee. En tijdens het eerste seizoen eigenlijk al besloten van... we weten dat een aantal jongens een niveautje hoger moeite gaat krijgen, maar laten we om de rust in de selectie te waarborgen zoveel mogelijk contracten verlengen. Ja. Dus laten we zeggen, we hebben toen de twijfel gevallen, het voordeel van de twijfel gegeven, wat achteraf natuurlijk een prima beslissing was. Ja, want we werden kampioen en we hadden een fantastisch seizoen. Ja. Alleen toen in de derde divisie kwam er naar boven dat sommige jongens inderdaad toch wat moeite kregen. En besloten, dit jaar gebruiken we voor inventarisatie en we gaan doorselecteren. En uiteindelijk was de bedoeling dat we het derde seizoen in de derde divisie echt voor promotie zouden gaan. En Quick Boys had toen ook nog een behoorlijk aantal eigen jongens in de selectie zitten. Die speelden niet allemaal. Maar er waren best wedstrijden dat we 5, 6, 7 echte Quick Boys jongens in het team hadden. Ja. In plaats van allemaal jongens van buiten. Ja goed, mijn derde seizoen bij Quick Boys draaide het ook, laten we zeggen, wisselvallig. Ja. We hadden een stroeve start. We zijn toen, wat tegenwoordig natuurlijk helemaal in is, maar we zijn toen met 3 centrale verdedigers gaan spelen. En 2 zogenaamde wingbacks. En dat hadden we gedaan na een inventarisatie van de
van de selectie. Ja. Waar eigenlijk iedereen het in de voorbereiding over eens was. Maar ja, toen ik koos om zo te gaan spelen. En dan komt er natuurlijk wat kritiek van de achterban. Die in dat proces misschien wel meegenomen hadden moeten worden. Maar van niks wisten. Van hey, Quickboy speelt altijd met drie spitsen. Een beetje zoals bij Ajax. Ja. Waarom nu niet? Nou ja, wij vonden dat we... De spelersgroep ervoor had. Ja, precies. De spelersgroep. We hadden bijvoorbeeld geen echte linksbuiten. We hadden wel een linksbenige aanvaller. Jesse van Nieuwkerk, hè, die nu bij VVSB het weer goed doet. Maar dat is geen typische buitenspeler. Maar goed, mede omdat de start wisselvallig was van de eerste zes, wonnen we de drie. We hadden ook best een pittig programma, maar we verloren er ook drie. Ja. Ja, kwam er wat onrust en op een gegeven moment kreeg ik de boodschap van eigenlijk van bestuurslid, ja, voetbalzaken, wat een prima kerel was, maar waarvan ik vond dat hij voetbal inhoudelijk te weinig inzicht had om daar met trainers over te sparren. Die zei van, ja, we hebben besloten dat je weer met drie spitsen moet gaan spelen. Oh. Ja, vanaf dat moment, ja, dan dat zullen zij niet bewust gedaan hebben, maar... Achteraf had ik misschien toen wel moeten zeggen, dan moet je even een andere trainer zoeken. Want ik zie dat met deze selectie gewoon niet gebeuren. Nee. Ik heb het in het begin ook niet gedaan. Gelukkig worden we toen. Want ja, als je dan verliest, dan weet je dat je hoofd op het hakblok ligt. Ja. Ik voelde toen al aan, in oktober hadden we de twee seizoenen daarvoor al een eerste inventarisatie van de selectie gedaan. Dat deden we toen niet. Dus ik had al zoiets van, nou, dit wordt mijn laatste jaar. Dat heb ik toen ook zelf aangegeven. Ja. Van jongens, na dit seizoen stop ik ermee. Ik heb ook de redenen nog uitgelegd. Ik zeg, ik ben niet eens met... ik vind ook dat er te weinig steun en rugdekking is. En mensen spreken elkaar tegen. Ik zeg, we hebben ook geen overleg meer over de selectie. Hoe dat er op, ik zeg, dat zijn voor mij tekenen genoeg om te zeggen van, na dit seizoen is het mooi. Ja, goed, dan weet je bij Quickboys, die houden het liefst alles in eigen hand, dat je hoofd eigenlijk op het hakblok ligt. Ja. Het grappige was dat we uit, waarin ik regelmatig een tactische variant op 1-4-3-3, zoals we dat dan noemden, toepaste. Bijvoorbeeld door Jesse van Nieuwkerk niet aan de buitenkant te zetten, maar gewoon naast Jordi Thijssen. Ja. En dan op rechts een speler die niet als buitenspeler, maar wat meer als middenvelder speelde. Reden Passus hadden we toen ook nog. Wonnen we uit, wonnen we eigenlijk alles. Alleen thuis, we hadden gewoon heel veel moeite om het spel te maken. Ja. En om echt op de helft van de tegenstander ruimtes klein houden. Dat was gewoon heel moeizaam. Dus thuis verloren we er nog een aantal. En ook wedstrijden die gewoon echt slecht waren. Ja. Scheveningen, kan ik me herinneren, werden we weggecounterd. Spijkenisse verloren we. Ja, dat was ook geen... Nee, Spijkenisse was de laatste voor de winterstop. Die wonnen ze net toen ik weg was. Maar we hadden bijvoorbeeld van Jong Almere thuis verloren. We verloren gewoon te veel thuiswedstrijden. Ja. Spakenburg, die toen later kampioen werden, die verloren we met 0-3. Ja. Wat ja, ik had Dirk Kuyt als stagiair. Die deed toen zijn UEFA A-opleiding. Ja. En die keek ook wedstrijden terug en clipjes. En die had geteld, volgens mij waren wij 36 keer kansrijk in de 16 meter geweest bij Spakenburg. En Spakenburg 8 keer bij ons. Ja, er stond wel 0-3 op het bord. Ja, ja. Dat is dan wat mensen zien. Ja. Maar goed, ik was het er wel mee eens dat we thuis hadden we gewoon heel veel moeite. Ook met mindere clubs. En toen, nogmaals, voor de winterstop, werd ik toen onder andere ook door Gert op non-actief gezet. En toen moesten ze inderdaad nog thuis tegen Spijkenisse. Nou, die wonnen ze toen wel met 3-1 volgens mij of 2-0. En toen heb ik voor het eerst een periode zonder club gezeten. Want eigenlijk was het tot die tijd continu doorgegaan. En volgens mij was het toen zo dat ergens in dat seizoen Dick Schreuder naar Amerika ging. Ja, die ging weg en toen moest er een plekje worden opgevuld. Ja, die ging naar Philadelphia Union. En toen heb ik al een gesprek gehad met Katwijk. Onder andere met Diek Pallevliet en met Sees natuurlijk, Sees Bruining. Ja. Alleen men vond het te snel na mijn periode bij Quickboys. Ja. En ze hadden dus achteraf Jack van den Berg ook als andere kandidaat. Ja. Dus op dat moment hebben ze voor Jack gekozen. Dus Jack heeft toen het seizoen afgemaakt en is begonnen aan het nieuwe seizoen. Maar ja, dat bleek om wat voor reden dan ook, want daar kan en wil ik helemaal niet over oordelen, maar dat bleek geen onverdeeld succes. Toen kwamen ze in oktober weer bij mij terecht. Jack was ook ontslagen. En toen heb ik weer
nou ja, met hetzelfde rijtje mensen, inclusief toen ook nog een keer de spelersraad, heb ik gesproken. En toen ben ik in november bij Katwijk begonnen, inderdaad. Ja, ja. Twee mooie clubs. Twee achter geweldige elkaar. Clubs. Ja. Echt volksclub. Allebei volksclubs. Ja. Quick Boys in een aantal facetten, met name jeugdopleiding, achterban, misschien iets groter. Katwijk, meer successen. Ja, ze houden de rijen iets meer gesloten, omdat ze ook wat minder, noem het maar, kolonnes hebben. We hebben het wel eens over vijfde kolonnen. Ja, bij Quick Boys heb je die letterlijk volgens mij wel. Allemaal verschillende groeperingen, waardoor het leiden van die club best heel lastig is. Ja. En niet dat je daar als trainer nou heel veel direct mee te maken hebt, maar dat hoor je dan natuurlijk wel van mensen die daarmee bezig zijn, ook op bestuursniveau. Ja, bij Katwijk is dat allemaal wat meer gesloten. Dat is wel iets familiairder, om het zo maar te noemen. Maar ook een club, ja, waar men wel iets verwacht. En ja. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad dat, omdat ik bij Quick Boys had gewerkt, dat ik door in ieder geval een deel van de club wel extra kritisch werd bekeken en gevolgd. En ik moet zeggen, het eerste seizoen was ook lastig. Wat is nou de beste speelwijze? We hadden heel veel blessures in dat seizoen. En ik zeg we, maar die blessures waren er al voordat ik kwam. Ja. Zonder daar overigens heel duidelijk een oorzaak voor aan te kunnen of willen wijzen. Want dat heeft niet zoveel zin. Maar we moesten veel wisselen. Eigenlijk wil Katwijk altijd spelen met hoog druk, met veel pressie. Hè? Dat was onder Dick Schreuder heel succesvol. En ja, Dick heeft het daar natuurlijk fantastisch gedaan. Alleen, ik vond niet dat wij daar de spelers voor hadden. Als jij met Marciano Mengeling voorin en Noray Mamedov speelt en je wil dan tegenstanders afjagen, ja, dat gaat niet helemaal meevallen. Dus wij kozen ook wel eens voor een iets behoudendere manier van iets verdedigen. Iets meer teruggetrokken. Ja, Van Gaal zou zeggen provocerende pressing. Hè? Een mooi woord voor countervoetbal, maar ja, iets meer teruggetrokken inderdaad. En dan kijken of we met de snelheid en de ruimte gevaarlijk konden worden. Nou, dat lukte de ene keer wat beter dan de andere keer. Dus ik ben best wel even aan het zoeken geweest naar de beste speelwijze, naar de beste formatie. Ook door het vele wisselen met al die blessures kwam dat er nog niet echt lekker uit. Maar goed, na het eerste seizoen had ik wel een heel goed beeld van oké, met deze spelers willen we wel, door deze niet. Dit moeten we erbij hebben. Als we dat voor elkaar krijgen, gaan we bovenin spelen. Zo heb ik het ook gepresenteerd. Ja, ook bij Katwijk, zeg ik achteraf, hadden we daar de achterban weer veel meer in mee moeten nemen. Ja. De sponsoren, misschien al de leiding van de club, hè, want Diek Pallevliet is geen voetbalkenner. Maar het is natuurlijk hartstikke slim om hem mee te nemen in keuzes die je maakt en in het hele proces wat je met z'n allen aangaat. En zeker ook de achterban. Misschien hadden we wel een supportersavond moeten organiseren. Even terugkijken naar afgelopen seizoen. Oké, dat en dat en dat is er gebeurd. Dat ging goed, dat ging niet zo goed. We hebben die maanden gebruikt om door te selecteren en om het te inventariseren. En dit gaan we komend seizoen doen. Alleen, ik voorspelde toen al, aan het begin van het seizoen, van het begin gaat nog best lastig worden. Want onder andere Sees kwam al bij me, maar het programma en die eerste vijf of zes, die moeten we kunnen winnen. Ik zeg, ja, op papier kan alles. Ik zeg, maar vergeet niet, we hebben Marciano Mengering, enkelproblemen. Kieboom, operatie gaat aan een middenvoetsbeentje. Kai Blokland, Essenboom, spierblessures. Benny van Noord, net weer, allemaal jongens die net weer terug waren. Ja, ja. Dus mijn voorspelling was dat dat best even zou duren voordat die jongens echt weer allemaal wedstrijdfit waren. En dat gebeurde ook. We begonnen volgens mij nog met twee overwinningen. Toen verloren we er eentje thuis van GVVV. Was een hele ongelukkige dag ook van Ricardo Kibo. Maar we waren gewoon ook nog wisselvallig. Dat bleef zo. Tot oktober. We stonden volgens mij op dat moment derde of vierde. We stonden er redelijk bij. Maar toen kon ik wel al merken van die groep wordt fitter, die wordt beter. Het trainingsniveau ging omhoog. Ja. En eigenlijk na de eerste inhaalronde toen zijn we eigenlijk veel beter gaan presteren. Volgens mij was de eerste toen een gelijkspel uit bij Kozakken Boys. We hebben daarna tot de winterstop een geweldige reek gehad op één wedstrijd na. En dat was Spakenburg uit. Ja. Bizarre wedstrijd, ik had het daar gisteravond nog over. Eigenlijk speelden wij de eerste half uur fantastisch. Het plan klopte, we kregen de ene naar de andere kans. We misten behoorlijk wat grote kansen. En in plaats van dat we na een half uur met 0-3 voor stonden en die wedstrijd al in de bus hadden, of in de zak hadden. En
ja, maakten zij 1-1. En kwamen we zelfs nog 2-1 achter. Toen kwamen we terug tot 2-2. En we verloren die wedstrijd met 4-2. Ja. Waarna we terugkwamen op de Krom. Er een groep supporters op de bus stond te wachten. Ik denk zelf dat toen het besluit al is genomen van we gaan niet door met Jan. Terwijl ik zelf en ook de rest van mijn staf echt het gevoel had van dit is een uitzondering. Want we zijn gewoon absoluut goed bezig. Nou, dat bleek ook wel die weken daarna, want we begonnen te winnen. Ja. Met goed voetbal, genoeg goals. Volgens mij speelden we de laatste voor de winter nog gelijk uit bij Koninklijke HFC. Wat toen ook gewoon een aardige ploeg was. Maar de andere wedstrijden worden we. We speelden Rijnsburgse Boys helemaal ondersteboven. We worden van de treffers. We worden, dat zag er gewoon prima uit. Ja. We worden van IJsselmeervals thuis met 2-1. Ook dik verdiend. Waardoor we stapje voor stapje naar boven gingen. Naar boven, ja. Ja. En toen kreeg ik mijn gesprek in december. Ja. Waarin mij werd verteld van Jan. We willen helaas na dit seizoen. Afscheid van elkaar nemen. Niet met elkaar verder. Nee. Waarop ik had echt zoiets van, wat gebeurt er nou? Ja. En dan denk je als trainer al veel meegemaakt te hebben. Maar die verraste me wel. Die zag ik niet aankomen. Want ik heb dan als trainer het gevoel, met mij natuurlijk ook de staf. Van mensen zien wel dat we in een duidelijke opgaande lijn zitten. Ja, en oké, die is dan één keer onderbroken door die nederlaag bij Spakenburg. Maar ook als je die wedstrijd analyseert, zag je gewoon dat we... Ja, die hadden gewoon, waar die wedstrijd in... In de tas. Die hadden we in de tas en die hebben we zelf weggegeven door een aantal persoonlijke fouten. Dat gebeurt soms in voetbal. Hè. Je hebt niet alles in de hand als trainer en ook niet als club natuurlijk. Maar blijkbaar werd dat niet herkend. En, nogmaals, ik denk dat op basis van die wedstrijd en natuurlijk ook de wisselvallige start die keuze is gemaakt. Maar goed, ik had bij mezelf zoiets, we kunnen twee dingen doen. Kopje naar beneden. En, maar ook weer geleerd hebbende van de situatie bij Quick Boys. Had ik zoiets van, dit gaat mijn GVD niet nog een keer gebeuren. Nee. Dus we zijn er toen echt keihard tegenaan gegaan op trainingen met wedstrijden. De lat hoog gelegd. Na de winterstop kwamen we twee wedstrijden. Volgens mij de eerste twee wedstrijden toen tegen Jong Volendam uit. En Scheveningen thuis kwamen we 2-0 achter. Maar die wisten we echt gewoon door. Met name een stukje veerkracht en wil om te winnen. Maar ook door wat opportunistische voetbal. Als dat nodig was, wisten we die wedstrijden om te draaien. Ja. En op een gegeven moment, iedereen had het, we verloren er nog eentje volgens mij thuis van Excelsior Maassluis. Ook weer zo'n wedstrijd dat je eigenlijk gewoon 6-2 moet winnen. Maar die verlies je dan met 1-2. We wonnen alles verder. Dus toen corona kwam, stonden we bovenaan. En ik wist gewoon zeker, ook op basis ervaringen uit het verleden, contact met staf en spelers van wij gaan gewoon kampioen worden. Wij staan straks op dat bordes. Ja. En dat had natuurlijk wel heel mooi geweest om op die manier vertrekken bij Katwijk. En door corona mocht dat helaas niet zo zijn. Nee. We stonden toen bovenaan. De laatste wonnen we uit bij IJsselmeervogels met 0-3. Ja, we speelden eigenlijk gewoon iedereen ondersteboven in die fase. Ja. Maar het zit ook wel eens tegen. Toen begon het glazen. Dat heb je niet in de hand. Dat zijn dingen die gebeuren. Ja. En Dordrecht heb je ook nog gezeten. Ik wil nog even over het voetbaldocent, wat je nu doet natuurlijk. Ja. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Zeker, zeker. Nou, bij Dordrecht kan ik kort over zijn. Het tweede coronajaar, toen de competities volgens mij, weet je, die toen in oktober weer stilgelegd. Na wedstrijd op 4-5. Toen kwam opeens eigenlijk volkomen onverwacht van mij Dordrecht. Ja. Op basis van wat een zaakwaarnemer, CQ spelersbegeleider die ik goed kende. En die kende ook weer een aantal mensen bij Dordrecht. En die heeft mij met die club in contact gebracht. Stefano van Delden heet die. En toen ben ik bij Hans de Zeeuw op gesprek gegaan. Ja, dat klikte eigenlijk... al heel snel, maar waar ik dacht van we gaan eerst kennis maken en we gaan eens even van twee kanten bekijken hoe het ervoor staat. Zei Hans aan het eind van het gesprek, wanneer kun je beginnen? Oké. Ik zeg aanstaande maandag, het was volgens mij op een donderdagmiddag. Ik weet nog, Dordrecht moest toen nog spelen op zondagavond bij NAC uit, die wonnen ze. Die wonnen ze vlak voor tijd of zelfs in blessuretijd met 1-2. En toen ben ik bij Dordrecht, het was toen volgens mij, hadden ze, ik weet niet meer of ze maandag vrij hadden of dinsdag, maar in ieder geval toen ben ik
die woensdag was, dacht ik, officieel 1 december. Toen ben ik begonnen. Ja. En ja, Dordrecht stond slecht. Ja. Organisatie was van alles mee. Spelersgroep was van alles mee. Ik heb toen de eerste wedstrijd, want het was volgens mij nog 2 wedstrijden, was de winterstop, heb ik een van mijn toenmalige assistenten, Ben Kins, die het eigenlijk had overgenomen toen Harry van der Ham ontslagen werd, maar Ben had toen nog niet de papieren. Die heb ik de verantwoordelijkheid gegeven voor die laatste 2 wedstrijden. En toen zijn we vanaf januari, of net na de kerst zelfs, nog eind december, moesten we toen weer spelen uit bij Helmond Sport. Ja, toen ben ik echt proberen mijn stempel daarop te drukken. En dat ging, nou, het begin was best stroef. Ja. Daarna ging het steeds een stapje beter. Alleen de laatste wedstrijden was dat weer minder. En dan kun je merken dat Dordrecht had 8 eigen contractspelers. Ze hadden nog een aantal jongens op amateurbasis in de selectie. Wel talentvolle spelers, jongens van goede wil. Maar ja, dat is niet de top. En we hadden 8 huurlingen die, zolang er een gezamenlijk belang was, zich ook wel in wilden zetten voor Dordrecht. Maar ja, zodra ze door hadden van nou, oké, die 4e periode gaan we ook niet meer winnen. En was het klaar? Ja, dan zie je gewoon dat dat minder wordt. Dus het einde van het seizoen was niet best. En in die periode heb ik ook zelf besloten om daar niet door te gaan. De club wilde dat in principe wel. Welke functie precies en hoe dat profiel er dan uitzag, hadden we nog niet inhoudelijk over gesproken. Maar ik heb op een gegeven moment zelf gezegd van tegen Hans de Zeeuw van Hans, dit is mijn laatste seizoen. Ja. Want ik had ook wat te kiezen. Want in die tussentijd had wederom Gert Aandewiel contact opgenomen. Ik was al KNVB-docent, maar dat combineerde ik altijd met een club. En zeker met een amateurclub is dat heel goed te doen. Ja. Maar goed, Gert zei van, joh, ik heb, je bent nu docent UEFA B. Ik heb een plekje op A. Ik heb nog wat interessante projecten daarnaast. Zou je bij de KNVB willen komen werken? Ik zeg, nou, daar ga ik eens even heel serieus over nadenken. Ja. En eigenlijk was ik daar wel vrij snel uit. Dus toen heb ik besloten weg te gaan bij Dordrecht om daar niet te verlengen. Uiteraard wel het seizoen afgemaakt. En bij de KNVB aan de gang te gaan. Het eerste seizoen nog op, noem het maar, op basis van declaraties. Waarbij ik, ja, er was zoveel werk te doen. Dus ik had meer dan een volledige werkweek. Ja, ja. En toen heeft de KNVB afgelopen zomer besloten van nou, laten we die Jan Tommer een contract geven. Ja. Want dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. En hij ook. En ja. Dan hoeven we in ieder geval niet al die overuren elke keer extra uit te betalen. Dus kortom, allebei de partijen waren en zijn tevreden. Dus sinds afgelopen zomer heb ik een fulltime contract getekend. En afgelopen november is mijn, want ik was officieel docent UEFA A. Dat noemen ze dan docent niveau 4. Ja. Waarbij ik ook nog een UEFA B groep had voor de ex-profs. En het vak periodiseren als zogenaamde specialist of expert ook nog gaf bij een aantal andere opleidingen. En nu ben ik docent, nog steeds UEFA A. Voor het seizoen wordt dat pro. En ik ben ook hoofddocent. Dus dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor een aantal andere docenten. Voor een ploeg. Ja, precies. Ja. Dus daar, in die functie ben ik nu begonnen. En daarin kan ik me uiteraard nog verder ontwikkelen. Moet ik ook met name organisatorisch mijn weg nog wel een klein beetje vinden. Maar goed, in die tussentijd gaat het werken met die cursisten gewoon door. En ik ben me ook aan het voorbereiden. We hebben een traject afgesproken ter voorbereiding op UEFA Pro. Dus de hoogste opleiding. Dus dat gaat vanaf het nieuwe seizoen plaatsvinden. Ja, ja. Mooi. Dus zo, uiteindelijk ben ik begonnen als spelertje. Ja, en nu docent. Ja, dan word je trainer. En tussendoor trainer natuurlijk. Ja, dan word je mooi, trainer man. En dan word je docent. En ook daarbinnen kun je dus nog stappen zetten. Ja. Dus ik heb wat dat betreft een hele onbewust gewoon een hele mooie loopbaan tot nu toe mogen meemaken. Ja. Ik heb ademloos zitten luisteren. Normaal gesproken stop ik na 3 kwartier een beetje, maar we zijn een uurtje onderweg. Een uur en 8 minuten. Ik vond het onwijs leuk om je hier te hebben als gast, Jan. Een waanzinnig verhaal. Ik wil je danken voor je tijd. Graag gedaan. Voor je ruimte en natuurlijk dat je helemaal naar Leiden bent gereden om hier te zijn. Ik ga de kijkers ga ik ook bedanken.
Ja, zorg even dat je een duimpje geeft hè, op het YouTube-kanaal. En ja, laat even het filmpje over de socials gaan. En vergeet niet te abonneren, zowel op YouTube als op Spotify. Jan, ik wil je hartelijk bedanken. Ja, al die materialen. Graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging, ja, uiteraard. Graag gedaan.